Ik in mijn keurige witte matrozenpakje met mijn plooirok over dat hekje geklommen met die enorme bos bloemen en toen weer terug. En alles, ja, alles zong dan keurig van het Wilhelmus, maar ook van wie Nederlands bloed door de aderen vloeit en al die Nederlandse liedjes. Het eerste vliegtuig, dat was eind 34 was dat daar geland. En wij kwamen 2 weken later en we zaten met die piloot in hetzelfde hotel. Die vliegtuigen die waren voor de lokale verbindingen, vooral dus ook voor het gouvernement. Er moest recht gesproken worden op de andere eilanden. En dan ging mijn vader mee met de rechter of met de procureur-generaal. Of dan moesten gevangenen van de andere eilanden naar de hoofdgevangenis in Curaçao. Het kon ook zijn dat iemand zwaar ziek was en dan toch naar, Curaçao was het grootste eiland, daar naar het hospitaal moest. Het was natuurlijk wel gewoon de KLM, dus particulieren konden ook vliegen. Ik weet niet precies, ik denk dat ze toen ook al wel op Venezuela en Colombia gevlogen hebben, maar het waren dus nog niet de vluchten naar Nederland. Ik herinner me dat ik zelf ook eens een paar keer heb meegevlogen. En dat was dan eigenlijk tijdens die festiviteiten. He, dan werden er speciale vluchten aangeboden boven het eiland. En, en dan kon je mee. En dat is daar waar ik dat vliegtuig uitstap. Dat was dan zeer officieel allemaal. Maar wat we vaker deden, de gouverneur, de eerste gouverneur van Slobbe, die had dus een plantage vlak achter het vliegveld, achter Hato. En als wij daar speelden, dan smeerden we hem heel vaak naar het vliegveld. En die piloten die moesten toch zoveel keer per dag vliegen. En die zeiden, stap maar in. En dan mochten we voor niks mee, kregen we een stukje kauwgom. En zeiden we hopen dat we misselijk zouden worden. Maar ja, dat mocht niet van onze vaders. We mochten natuurlijk niet vliegen. Dus dat deden we dan stiekem in die toestellen, die, zoals je ze hier ziet. Normaal bleef je 6 jaar zitten, soms werd het ook verlengd, maar doordat mijn vader problemen kreeg met de gouverneur, ging hij eerder naar Nederland. En dat kwam allemaal vrij onverwacht. Maar was dat niet gebeurd, dan was ik toch vooruitgestuurd. Als je 12, 13 was, moest je op kostschool in Nederland. He, want dan werd je als meisje, werd je dan volwassen en we werden allemaal verliefd op donker jongens en dat mocht natuurlijk vooral niet. Dus ik ben toen mijn vader vervroegd naar Nederland zou gaan, hebben ze mij daar nog eigenlijk een jaar gehouden en ze zei die gaat er gewoon met ons mee terug. Maar er gingen zoveel mensen, gingen er natuurlijk terug, die hadden hun kinderen van de rechters of de advocaten, die hadden hun tijd erop zitten. Dus dat was al heel vaak, was je meegegaan naar boord van schepen om afscheid te nemen. En niet alleen in de Annemai lagen, maar ook bijvoorbeeld in de Caracas Bay. En dat was dan afscheid nemen en afspreken dat we elkaar in Holland weer zouden zien. Je weet hoe dat dit gaat. Ja, toen kwam de dag dat wij dus zelf moesten vertrekken. En met een schip. Ja. En het was natuurlijk een mooie tocht. Ik was inmiddels natuurlijk 4 jaar ouder dan toen ik heen ging. Aan boord had je dus bij de volwassenen, als je 13 geweest en boven de 12, had je niet meer bij de kinderen.
En ik weet nog met die Franse menus en ik kon er maar niet mee overweg. Dus dan ging ik stiekem smoezen bij de kok. Van wat is dit en wat is dat? En dan zei mijn vader, wat je bestelt eet je op. Maar ik wist precies wat was. Want dan had ik gesmoest met de kok. En toen kwamen wij dus in Nederland aan. En het was koud en het was grauw. En daar voerde je dan die haven van IJmuiden binnen. En mijn ouders enthousiast, want dat is Nederland. En al die Nederlanders aan boord, geweldig Nederland. Nou, ik vond er geen donder aan. Allemaal dat, en dan zag je daar bij die aankomst, die mensen die daar stonden. Ja, daar staat familie van je. Nou, ik wist amper meer hoe ze eruit zagen en hoe ze waren. En ik weet wel, toen ik daar stond, was ik iets van 13,5. En dat ik hetzelfde dacht als toen wij die haven van Curaçao uitvoeren. Toen hing ik ook over de reling. Ik ga terug. Wanneer dan ook, maar ik ga terug.